De Ariana Grande van Polen trok volle zalen in Aquabest, waar een groot evenement was opgezet voor de Poolse community. En dat werd gewaardeerd. Ja, echt een prachtig, goede feest. Ja, wij houden van de Poolse music eigenlijk. Zo, ja, en lekker dansen. En, leuk om te dansen, zingen. En Bata Godzina is hier. Ze lijkt op mij, alleen ik op haar. De honderdduizenden Polen in Nederland staan er vooral bekend omdat ze hard kunnen werken. Maar ze zeggen wel eens work hard, play hard. En dat credo werd in Aquabest in ieder geval goed nageleefd. Wij hebben in 2005 een uitzendbureau opgericht in Eindhoven. Op dit moment werken ongeveer 2500 mensen voor ons. En ja, daar willen we ook eigenlijk een stukje teruggeven, dat ze ook een leuke avond hebben zoals deze. Behalve de Poolse artiesten was er ook een Poolse catering voor de festivalbezoekers. Want bijna allemaal vinden ze het belangrijk om in touch te blijven met hun cultuur. Maar het gaat over mijn achtergrond, dat ik voel mij nog steeds Poolse vrouw. Ik woon hier al 12 jaar, maar ik voel nog steeds dat ik kom uit Polen. Vinden jullie het dan ook fijn om weer onder de Poolse mensen te zijn? Ja, fijn, ja. Ja, ik ben blij. Behalve ontspanning biedt het festival ook een mooie kans om de Poolse community in en rond Eindhoven wat hechter te maken. Het is belangrijk om zo feestjes op te bouwen. Dan kunnen mensen gewoon samen een gemeenschap vormen. Zoals hier. Ja, zoals hier. De organisatoren van het festival kondigen op hun website aan dat ze nog veel meer in petto hebben voor de Poolse community. Wordt vervolgd dus.